Het was even zweten voor de deelnemers van de lichtzoet in Schinveld, maar de kogel is dan toch door de kerk. De verlichte optocht gaat zaterdag gewoon door. Al was de optocht zelf niet het probleem, maar meer de uitmonding erna, waar veel mensen samenkomen. Ook na de optocht is er feest. En vooral daar lag nog eigenlijk een besluit wat genomen moest worden. En gelukkig heeft dat gisteren genomen kunnen worden en heeft voor ons als carnavalsvereniging goed uitgepakt. Want na de stoet is de carnavalsvereniging ook afhankelijk van hoe de kasteleins hun gasten ontvangen. Zoals iedereen weet wordt de lichtstoet georganiseerd voor de kasteleins door de carnavalsvereniging. En wij hebben dan ook een verzoek aan de kasteleins om de activiteiten zo te organiseren dat ook mensen buiten kunnen genieten van een hapje en een drankje. Waardoor wij ook de opeenhoping in zalen hopen te beperken. En dat is ook een van de regels wat de veiligheidsregio voorschrijft en waardoor evenementen vaak niet kunnen doorgaan. Zoals ook bekend is, de veiligheidsregio raadt mensen ook aan, zoek de buitenlucht op om vooral gezond te blijven. En dat is ook een van de dingen die wij nu meenemen in ons besluit van probeer dat mee te nemen naar de kasteleins. En wij hopen op hun medewerking dat zij begrijpen dat het natuurlijk ook voor hun is. En dat wij samen op een goede manier deze optocht tot een einde willen brengen. Want we willen natuurlijk niet met deze optocht het coronavirus naar ons toe halen.